YouTubers gaan bepalen hoe ik 2000 euro moet gaan weggeven. Daryl, vertel. Geef binnen 1 minuut 100 euro aan iemand met een blauw shirt. Huh? Succes. Oké, let's go. 1 minuut is niet zo lang, dus ik moet best gaan opschieten. Blauw shirt, blauw shirt, blauw shirt. Wie heeft een blauw shirt? Dit is echt totaal niet druk. Ik moet deze 100 euro gaan weggeven. Oké. Ik zie niemand. Blauwe shirts zijn niet echt in. Oh, er staat er een hele rij. Misschien zit daar wel iemand in. Daar zie ik iemand, daar zie ik iemand. Mag ik eens vragen? Je hebt dus een blauw shirt aan, dus je krijgt van mij deze 100 euro. Ja, mooi. Ja? Alsjeblieft. Oké, net op tijd klaar. Moet je ze terug? Nee. Alsjeblieft. Ja. Doei. En we gaan in deze video nog op veel meer manieren geld weggeven. En uiteindelijk gaan we helemaal naar Amerika toe. Volgende YouTuber. Oké, nieuwe opdracht van Gio. Laat 1 iemand gratis winkelen in de supermarkt. Oké, iemand gratis laten winkelen. Dan moeten we eerst iemand op straat gaan uitzoeken die dat gaat doen. Oké, wie wil gratis winkelen in de supermarkt? Het leukste is eigenlijk wel om kijkers te vragen. Zijn jullie geabonneerd? Tuurlijk. Perfect. Wil 1 van jullie 1 minuut gratis winkelen in de Plus? Ja. Wil jij het doen? 1 minuut gratis. Ja? Dan mag je meelopen. Dit is Abel en hij mag 1 minuut gratis winkelen in de Plus. 3, 2, 1, go! Oké. Gaan we meteen voor snoepen. Ja, erin. Oké, door naar de voren. Kijk, gaan we drinken. Oké, gooi het erbij. Go. Oh, deze energy. Nee! Oh. En je hebt nog 40 seconden. Go! Chips erbij, gooi erbij. Chips erin. Hoppa. Goed. Nog 20 seconden! Stoep erbij! Ik help hem een beetje. Lolly! Nog 5, 4, 3, 2, 1, stoppen! Holy shit! Dit is echt bizar. Nou, goed gedaan. Gaan we nou afrekenen? Hoeveel zal het zijn? Ik ben heel benieuwd. Hij heeft echt een hoop zooi gekocht gewoon. Dit is alles. Zo komen we redelijk snel bij de 2000 euro. Ben je tevreden? Zeker. Ja, oké, mooi. Voor de 255,90 euro. Je hebt het allemaal gewonnen, gefeliciteerd. Dankjewel. Oké, dan zijn we weer 255 euro dichter bij de 2000. Nu naar de volgende. Laat 2 mensen tegen elkaar steenpapier schaar doen en geef de winnaar 100 euro. Ik ben benieuwd. Oké, 2 mensen zoeken. Echt een hele random opdracht. Ga gewoon iemand 100 euro geven voor steenpapier schaar. Oké, er zijn hier heel veel kinderen, daar kiezen we gewoon iemand uit. Wie wil tegen elkaar een potje steenpapier schaar spelen? Jij en jij. We gaan een potje tot de 3 doen en degene die wint, die krijgt 100 euro. Dit is waarschijnlijk het belangrijkste potje steenpapier schaar die jullie in je leven gaan spelen, hè? Oké. 1-0 voor hem. Tweede ronde. Oh ja, 1-1. Dit is heel spannend. 2-1 voor hem. Ja, hij heeft gewonnen. Jij hebt 100 euro gewonnen. Bedankt, abonneren allemaal. En nu de volgende opdracht. Laat mensen op straat een random getal zeggen en geef ze zoveel euro als dat getal. Je moet dus een random getal zeggen. Maar ik mag natuurlijk niet zeggen dat ze geld krijgen, dat is niet leuk. We kunnen het bij die kinderen proberen. Wil jij een getal noemen? 135. Zeker? Ja. 100, 130, 135. Gefeliciteerd. Precies, doe dat. Jongens, 10 euro. En nu wacht op de volgende opdracht. Geef je pinpas aan een kijker en laat hem alles kopen wat hij wil in een speelgoedwinkel. Maar zeg dat er een limiet is, terwijl die er eigenlijk niet is. Eerst een abonnee zoeken, dan naar de Intertoys. Let's go. We zijn in de Intertoys en hebben deze abonnee geregeld. Jij krijgt mijn pinpas en je mag alles kopen in de Intertoys wat je wilt. Maar als je over het limiet van de pinpas heen gaat, krijg je niks meer. Duidelijk? Ja. Dan mag je beginnen. Zoek maar eens uit. Ja, als je er overheen zit, krijg je dus helemaal niks meer. Hè? Dus je moet voorzichtig zijn. Maar zit er maar geen limiet op. Goed. Ja. 50 euro. Oké, ze gaat voor een barbie op. Die is 9 euro. Kan jij daarbij? Ik ben ook niet zo heel groot. Oeh. Oh, 35 euro. Meer? Ja. Oh, ik ben echt benieuwd hoeveel het limiet is. 2 kleine pakjes. Voor 1 klein pakje. Dat betekent dat je nou al boven de 100 euro zit. Wat denk je dat het limiet is? Ik denk iets van 250. Dan kunnen we nog even door. Oh, deze? Ja. Dit ding. Ik kan het niet pakken. 15 euro. Wat is dit? Je zit nou op de 140 euro. Dus je kan nog veel hoger gaan. Het is oneindig. Fake AirPods voor 25 euro. Ik wil er nog eentje. 190 euro. Ik vind het echt eng, ik weet het niet. Het kan zomaar zijn dat je er overheen staat en dan krijg je al deze spullen gewoon niet meer. Oh, dat is kut. Avengers Lego van 10 euro. Hoppa, 200 euro. Ga je door. Ja? Ze durft wel hoor, ze durft wel. En een spelletje erbij voor 13 euro. Het is gewoon een hele muur vol met poppen. Deze erbij? Ja. Ik vind hem heel vet. Ik doe me bij. Je wilt toch ook die bloemen erbij? Hallo, dat is 50 euro erbij. Oké, maar nu stop ik echt. Ja? Durf je te gaan pinnen? Ja. Deze beer. Lego set. Nog een Lego set. Waterpistool. Nog een Lego set. Op een bal. Een barbietje. Nog een Lego set. 3 pakjes Pokémon kaarten. Net boven de 350. Nee, dan wil ik eentje af. Oké, dan halen we 1 pakje Pokémon kaarten weg. Dan mag je de pinpas erop leggen.
voor €344,86 aan prijzen. Ben je blij mee? Heel blij. Ja? Deze tas en een knuffel. Veel plezier ermee. En dan gaan we nu verder naar de volgende opdracht. Ik wil dat jij naar een straatartiest loopt en hem €100 geven. En dan het liedje, een liedje van Bob Marley. Oké, €100 aan een straatartiest geven. Dan gaan we maar naar de stad of zo. Oké, een straatartiest zoeken. Dan moet ik deze €100 gaan geven. Shahid maakt ons best wel lastig dat hij per se een liedje van Bob Marley moet spelen. Als hij dat niet kan, dan kunnen we die weggeven. Ja, ik zie gitaar, ja. Zou jij een liedje van Bob Marley kunnen spelen? Ja, dat kan ik wel. Ja? Ja, dat is er één. Ja, dat is er één. Ja. Dan krijg je van mij €100. Nee. Ja, echt? Hallo. Ja. Echt? Ja, mag je hebben. Echt zo. Ja. Fijne dag. Ja, doei. Oké, dat was best makkelijk. Het is gelukt. Het is oprecht mooi om te zien hoe blij hij daar dan mee is. En nou wacht op de volgende opdracht. Alex hier. Ik wil dat jij €100 gaat verstoppen in de stad. En dat jouw volgers dat mogen gaan zoeken. Succes. Oké, deze vind ik oprecht best wel leuk. Oké, mensen, ik sta hier op het Pieter Vredeplein. En we gaan hier om 5 uur ergens €100 verstoppen. En één van jullie kan er vinden. Er zijn oprecht gewoon kinderen gekomen. Hebben jullie er zin in? Ja. Ik hoor jullie niet. Ja. Ergens op dit plein ligt €100 verstopt. En de eerste die hem vindt van jullie mag hem houden. 3, 2, 1. Go, succes! Rennen! Holy shit, aan de chaos. Ik denk dat het best wel even gaat duren, want het ligt best goed verstopt. Je moet rennen, zoeken! Er ligt €100 hier. Kom op! Heel de plein is gewoon vol met kinderen die aan het zoeken zijn naar €100. Het is echt een leuke opdracht. Waar denk je dat het ligt? Denk in de bosjes. Nou, dan moet je in de bosjes kijken. Wat is je tactiek? Ja, gewoon rennen. Oké, ren dan. Go! Als iemand dus de €100 heeft gekomen, zijn we weer een stapje dichter bij de 2000. Ik heb een hint. De hint is, hij ligt in het groen. Ja, hij is in het groen. Kom op! Oh, ze gaan allemaal de planten. Oh, we hebben hem! Hij heeft hem dan! Hij heeft €100 gewonnen, gefeliciteerd! Ben je blij mee? Ja. Je krijgt 5 seconden om iets te zeggen. Bedankt voor de €100. Geen dank! Hey, doe je, dankjewel. Nu vliegen we helemaal naar Amerika met een paar andere YouTubers die we meteen om challenges kunnen vragen. En nu zijn we op de Santa Monica Pier. Dus Jeremy, vertel. Jullie gaan 2 mensen die een flip doen, een tv geven en een tablet. Wel een grote tv. Okay, dan moeten we eerst een tv gaan kopen. Let's go. Okay, hier is een Walmart en ik ga nu spullen kopen. Ik heb nou een tablet en een tv gekocht, die moet ik nou gaan weggeven aan iemand die een salto gaat doen. Zijn we nou gewoon in LA om dit ding weg te geven. Dit slaat echt helemaal nergens op. Okay, er is achter een sportveldje, ik denk dat mensen daar wel een salto kunnen. What if I just roll over? Is that a flip, right? Hey, you can try it. What about that? Tell me what to do. Oké. It was kind of a flip, so you can have a tablet. Yeah! Yeah, thank you. What did you want, like a... Yes. Oh yeah, But you can have that. Thank you. Bye. Ik vond het goed genoeg, dan gaan we nou iemand zoeken die echt een flip kan. En dan geven we deze tv weg. Can I ask you something? I'm kind of in a game. Oh, sorry. Then you can't win a TV. Ik wist niet dat een tv zo zwaar was. Jongen. Het is ook bloedheet hier. Yo, can I ask you something? If you can do a flip, you win this TV. I cannot do a flip. There's no cash. You have to do a flip. No, nobody wants to try it. Yes. Okay. Can you do a flip? Yeah. If you can do a flip, you win this TV. Yeah? Okay. Tell me what to do. Yeah. You won. Congratulations. I ran all the way over there. Hij zag ons gelopen met die TV. Hij dacht, die moet ik hebben. Where you from? The Netherlands. Yes. Shout out to Netherlands. It was easy peasy, lemon squeezy. Thank you for the love, bro. Bye. En nu naar de volgende. Ik ga Floris een opdracht geven. Jij moet binnen 10 minuten 3 mensen de geur op deze erfles goed laten raden. En die mensen moet je dan $20 geven. Okay. En de tijd start nu. Oké, let's go. Deze smaakt naar perzik. Als iemand het goed raadt, dan krijg je deze $20. Do you want to taste this bottle? And if you... Oh ja, ben je ook Nederlands? Ja. Oh, nou, dat maakt iets makkelijker. Wil je dit proeven? Als jij de smaak goed raadt, krijg je deze $20. Maak persik? Dat klopt. Echt erin? Gefeliciteerd, ja. Hier is $20. Volgens mij vond hij het wel lekker. Hij heeft het wel goed, dus we hebben al 1. Snel door. Voor de mensen die niet weten wat Airup is. Airup is een drinkfles waar je normaal water in doet. En door er een van deze geurpels op te doen, denken je hersenen dat het water een smaak heeft. Can I ask you a question? Do you want to taste this? And if you guess the flavor, you'll get $20. That's right. There you go. Oh, thank you. Thank you. Can you have another 2? Let's go. Best wel ziek dat mensen gewoon oprecht water drinken, maar denken dat het perzikwater is. Je hebt dus keuze uit heel veel verschillende smaken. Je doet de geurpot erop. Je activeert hem door de geurpot omhoog te zetten. En je hersenen denken dat het water een smaak heeft. Kers. Ja, $20. Floris, je hebt nog 4 minuten de tijd. If you guess the flavor, you'll get $20. What does it smell like? Yes, it's peach. Yes. Yes. All right. Thank you. Oké, we hebben er 3. Let's go. Nu snel terug naar Sam. Zelf vind ik kerst het lekkerst, maar jij hebt natuurlijk nog veel meer verschillende. En dat kan verloren zijn. En hij heeft het gehaald binnen 10 minuten. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je krijgt niks. En nu door naar de volgende opdracht. En Melanie, heb je een opdracht voor ons? Nou, bied iemand €5 aan en elke keer als iemand weigert, dan verdubbel je het terug. Oké, dat is goed. Oké, dankjewel. Dan gaan we dat doen. Oké, dit is best een rare opdracht. Ik moet dus gewoon iemand $5 aanbieden. En als die nee zegt, moet ik bij de volgende persoon $10 aanbieden. En zo door. You want $5?
Nou, hij zei gewoon nee, ik bied hem letterlijk $5 aan. Oké, dus dan moet ik nou bij de volgende $10 aanbieden. You want $10? You want... No? Oh, no. Oké, weer niet. Wat is dit? Dus dan moet ik bij de volgende $20 aanbieden. Op deze manier kan het echt heel veel geld gaan kosten trouwens. You want $20? No? No? Oké. Nee, ik denk het niet. We moeten nou 40 gaan weggeven. Hoezo zeggen mensen nee tegen gratis geld? Ik snap er helemaal niks van. Wie wil gratis geld? Harder. Wie wil gratis geld? Harder. Wie wil gratis geld? You want $40? No? No? Nee? Echt niet? Het is net een gratis geld. Dan moeten we er nou 80 gaan weggeven. You want $80? No? Seriously? No. Oh, alright. It's free money. We moeten $160 gaan weggeven aan iemand. Oh, ik moet ze gewoon ja zeggen. Kom op. Anders zitten we op $320. Hoe komt Melanie op zo'n opdracht? Het is oprecht best grappig. Do you want $160? Yes. Yes, you want? Yes. 20, 40, 60, right. 80, right. 100, 120, 140, 160. Huh? Have fun with it. What do I you don't have to do anything. Okay, this, you can have it. Thanks. Thanks. Okay, bye. Hij snapt er helemaal niks aan. En nu snel door naar de volgende YouTuber. Frank, vertel. Jij moet iemand €100 geven die mij helemaal ingraast binnen 15 minuten. Oké. Okay. We starten nu. Oké, let's go. Okay, 15 minuten is niet zo lang, dus we moeten opschieten. Je mag niet zeggen dat ze €100 verdienen. Oké, dan maakt het weer een stuk lastiger. Do you want to bury him in the sand? I'm weak right now, I can't dig any holes. Oh, shit. Do you want to bury him in the sand with this shovel? We have to dig the hole. Yes. Do you want to do it? Please. Sure. Yes, yes. Oké, okay, we hebben iemand. Okay, je hebt nog 10 minuten, Sam. Oké, okay, we moeten opschieten. Dit is de shuffle. Good luck. Okay, Frank, ga maar liggen. Hoezo wil je dat iemand jou in gaat graven? Eigenlijk wil ik dit niet. We hebben nog maar 7 minuten tijd. Quick, quick, quick. Dat is echt heel raar. Goed bezig, goed bezig. Hij verstaat me niet. Het leuke is dat deze vent totaal geen idee heeft dat hij €100 krijgt als het lukt. You can't see any part of his body except his head. Till here. Ik hou zijn botten. Hij is al bijna klaar. Lekker, ja. Alleen zijn tenen nog. Ja, bijna. Ja, het is gelukt. Ja, 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 ja. Hij heeft Frank gewoon helemaal ingegraven. Thank you for helping me. You get $100. $100? Yes. Alright. Thank you. You're welcome, man. Doei. We moeten nog $160 weggeven. Jesper, vertel. Vind iemand die op jou gaat abonneren en diegene wint $160. En dat moet je doen binnen 5 minuten. Oké, okay, let's go. Maar Sam mag dus niet zeggen dat diegene geld wint. Wie wil abonneren? Ik denk dat het hem niet gaat lukken, want ik denk dat Kriekel niet Engels kan praten. En toevallig praat iedereen Engels. 5 minuten is niet heel lang, dus je moet best opschieten. Ik kan het tussendoor ook even iemand vragen. Hallo, are you subscribed on Kriekel? No, thank you. Oh, alright. Can I ask you a question? Sure. Do you want to subscribe to my YouTube channel? Sure. Ze hebben geen idee dat ze zoveel geld gaan krijgen. Oh, hij heeft hem gevonden, hij heeft hem gevonden. Kriekel. K-R. Oh, dat is geen bereik. Oh, 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 je hebt nog maar 1 minuut. Ja, ja, subscribe. Yes, ja, 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 dat is hem gelukt. Then you get $160. Wait, really? Yes. Huh? It's for you. You can split it. Can I get you in like a hug or something? Yeah, okay. Oh, dat is cute. You so oh, okay. Great. Thank you. What the fuck? Thank okay, you guys. Thanks. Het is ons gelukt om €2000 weg te geven. Like, abonneer. Tot volgende keer. Houdoe. Doei.